Hallo, ik ben Wil Teeuwe, eigenaar van Tibosa. Ik ben gestart bij Tibosa in 1989. Samen met mijn vader heb ik het bedrijf overgenomen in 2005 geheel. Tibosa is een bedrijf wat actief is in de gehele aspergeketen. Zowel zeg maar vanaf eigen rassen, plantenteelt, aspergeteelt en de vermarkting van al deze producten, dus ook de eigen afzet wereldwijd. Nou, het unieke van ons bedrijf is dat wij zeg maar, in onze branche en met name in de aspergesector het enige bedrijf zijn wereldwijd wat daadwerkelijk in elke schakel van de keten actief is. En daardoor ook met de juiste partners ervoor kan zorgen dat de rendementen in de teelt overeind blijven. Ja, wij vragen dus eigenlijk aan die consument, wat willen jullie nou het liefste zien als jullie asperge kopen? En vandaar gaan we terug de keten in richting de telers, waar wij ook mee samenwerken. Die mensen duidelijk maken op welke manier ze het beste hun asperge kunnen presenteren. En van daaruit gaan we weer terug naar de plantenkweker, die met bepaalde rassen al dan niet aan de slag gaat. En met die gegevens gaan we weer terug de keten in om met de zaadbedrijven aan tafel te gaan. Om zeg maar, te veredelen op de rassen waar uiteindelijk dus de consument om vraagt. Ja, Tibosa heeft eigen ontwikkelingsafdeling op het gebied van testen van rassen tot het mechaniseren van de oogst. We hebben een eigen personeelsafdeling. Wij werven onze mensen zelf. Wij hebben een eigen plantenteelt ook. Dus wij verkopen onze aspergeplanten wereldwijd. En een eigen commerciële afdeling die dat allemaal voor elkaar heeft gemaakt. Nou, onze ambitie is eigenlijk ook een missie om ervoor te zorgen dat de aspergeteelt in Nederland toonaangevend blijft wereldwijd. En tegelijkertijd ook Tibosa de toonaangevende speler wordt in de aspergewereld. Samen met de partners die wij daarbij uitzoeken.